Ja, lieve jury, het is voor jullie ook de eerste keer, maar het is natuurlijk een krankzinnige avond. Maar toch heel belangrijk, want het lot van deze drie kandidaten, dat ligt nu in jullie handen. En ja, jullie bepalen wie de beste skischanspringer van bekend Nederland gaat worden. Ik ben zo blij dat ik niet in jullie schoenen sta. Ja. Want het is natuurlijk, ja, ik zou zeggen, ga in beraad. En bekijk alle beelden nog een keertje terug. En ja, want je zal maar natuurlijk een keuze moeten maken uit deze drie prachtige sprongen. Ik zou het niet weten, maar kijk er nog even mee hoe fantastisch dat ging. Ik ken jouw adrenaline stoten. Ik ken jouw fanatisme. En ik weet wat voor sportwijf jij gewoon bent. Kind trilt helemaal, die lieverd. Geef er even een applausje, Menno! Oh, wat een top 5, wat een top 5. Ik maak een hele diepe buiging voor je. Dit moet wel de sprong van mijn leven worden. Wow! Met een echte veestijl. En wat voor een... Bloemkool is geen broccoli. Wat een klerenklap, zeg, mijn god. Oh, keizer, 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 wat doe je ons aan? Hoe voel jij je nu, keizer? Ik voel me fucked up, want dit is waarschijnlijk geen nummer 1 dan, hè? Keizer, tijdens je eerste sprong kwam je na de landing hard ten val. Maar je rechte je rug en ging als allerlaatste vliegende Hollander voor de tweede keer richting de schans. Met de legendarische woorden, bloemkool is geen broccoli. Maar dat mocht niet helpen, want je viel nog harder. Patty die noemde jou de held van de avond. Mark vindt je een ongelofelijke strijder. Ja, keizer, jouw moed en talent was echt, maar echt een inspiratie voor ons allen. Maar wordt die laatste val jouw fataal? Ja, helaas, je eindigt als derde. Maar keizer, je blijft een koning. Dank je wel. Je bent super een held. Super gedaan, man. Applaus voor keizer. Ja, lieve mensen. Koetjan en Chimène. Ja, Koetjan, je was nog banger dan bij je eerste sprong. Dat was heel bijzonder. Je wilde vooral veilig beneden komen... Maar je deed meer. Peter zag zelfs een echte V-stand. En volgens Mark bereikte hij een niveau voor gevorderden. Chimène, jij wist als enige vrouw gelukkig de eindstrijd van deze finale te halen. Ik kan alleen maar zeggen, wat een enorme prestatie. En wat waren we allemaal echt ongelooflijk en gemeen trots toen je gelukkig zo prachtig landde. Ja, Mark, die vind je een voorbeeld voor sporters over de hele wereld. En een mooi compliment is dat. En Peter maakte voor jou een diepe buiging. En toen die afstand. Ziek, zwak, zeer en misselijk. Maar dan toch 25,5 meter. Eigenlijk even ver als de perfectionistische Koert-Jan. Ja, ik kan alleen maar zeggen, jullie zijn enorm gewaagd aan elkaar. Dus de jury had het ontzettend moeilijk. De allereerste winnaar... van Vliegende Hollanders ooit. En ik denk ook zeer verdiend. Chimène van Oostenrijk! This girl is on fire! Chimène! This girl is on fire! Je bent kan! Oh nee! Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd! Yes, go!
jou gezien. Geweldig, geweldig, geweldig. Geweldig. Oh, lieve mensen. Oh. Ja, en ik moet nog even wat zeggen. De pers en heel veel mensen om ons heen. En ook de concurrentie. Heeft zo belabberd over ons gesproken en geschreven. Maar het maakt ons geen bal uit. We zijn ontzettend trots en blij dat we dit programma hebben mogen maken, Tess. En wat een eer dat we dit mochten doen. Ook bedankt Mars Media voor alle goede zorgen. En natuurlijk SBS6 en deze fantastische jury. Nou, lieve mensen, het eerste seizoen van Vliegende Hollanders ooit zit erop. En wat voor een seizoen, dames en heren. De sterren stegen letterlijk boven zichzelf uit. En maakten emotioneel en sportief grote, grote sprongen. Ja, de eerste winnaar is Ximène van Oosterhout. Een fantastische eer dat niemand haar meer afneemt. Onze dank gaat uit naar de jury, de hoofdcoach Hans Pol, alle sterren en natuurlijk u thuis. Wat fijn dat hij keek en meeleefde. Nou Tess, jij hebt het ook fantastisch gedaan. Je krijgt een lekkere koude sneeuwknuffel. En bedankt dat wij hier mochten zijn, we vonden het enig. We gaan hier nog eventjes door aan de kloewijn, de bako's, de cola's en de heerlijke chocolade met slagroom. Alle vliegende Hollanders in, gierende Hollanders. Dames en heren, vanuit het Duitse woud zeg ik tjus. En tot het volgende seizoen. Wat hebben we genoten. En bekijk alle sprongen en de exclusieve video's op sbs6.nl/vliegendehollanders. Tot op de schaal! Tot op de schaal, dankjewel!